vroegste zijwerk in het kastje begon hier met een verhuizing. Want kwartels, die Japanse kwartels, dat zijn hele kleintjes, die zitten 's winters in de kas. Omdat het al lekker warm is. En ja, die moeten we er eerst uit willen kruimen, de volgende kunnen zaaien. De eerste voorgezaaide gewassen die zijn al naar de moestuin, de erwten, kapucijners en peulen. Maar vanaf nu wil ik het graag volzetten met voorgezaaid en direct gezaaid gewas. En dan moeten deze kleine kwarteltjes moeten eerst verhuizen. Het zijn hele gezellige beestjes, wel heel schuw. En die hebben hier de hele winter gezeten, gegeten en gescheten. Dus dat betekent dat de grond hier ook goed bemest is met een vrij snelle, scherpe meststof. Want in principe is mest van gevogelte niet alleen maar goed. Het is ook wat scherp. Dus ik zal dat een beetje in de gaten moeten houden. Maar het maakt wel dat veel bladgewassen lekker snel groeien. En dat is wat we willen in dit voorjaar. Dus verhuizen de kwartels weer naar buiten, naar de wen, waar ze het ook goed hebben. En moet ik de grond even opkalfateren om daar een mooi zaadbedje van te maken. En de zaden liggen al klaar, binnen. Dus even aan de slag. Nou, waar gisteren dus nog de kwartels zaten, heb ik nu de aarde een beetje omgewerkt, zodat de mest wat dieper zit. Er is gisteren 80 liter water de kas in gegaan om de grond te laten wennen aan water en weer vochtig te laten worden. En nu eigenlijk is het een prima bedje waar ik nog een heel klein restje oude potgrond overheen heb gegooid, zodat de zaden niet meteen met de scherpe mest in aanraking komen. Dus wat ik nu doe is ik druk de grond een beetje aan en dan ga ik een heleboel bladgewasjes zaaien. Zodat we in mei lekker kunnen oogsten. Ik druk de grond wat aan, zodat straks die kleine zaden een betere aansluiting hebben met de grond. En tegelijkertijd maak ik een beetje egaal, zodat met water geven, met de broes op de gieter straks het water goed verdeelt. En niet naar één kant stroomt, waardoor die kleine zaadjes ook weer weg zouden kunnen stromen. Dus ik maak het plat en daarna met dezelfde lat sla ik er kleine gultjes in, rond de 15 centimeter ongeveer. Waardoor ik die zaden makkelijk daarin kan leggen en direct mooie rechte lijntjes heb. Dat is straks makkelijker wieden en het ziet er ook mooi uit. Nou, en dan kan ik zaaien. Zoals ik zei, voor het grootste deel zijn het allemaal gewasjes met hele kleine zaden. En ik moet dus vooral zorgen dat ik niet te dicht zaai. Rucola kun je natuurlijk een dikke begroeide rij van nemen, maar radijsjes die hebben toch liefst een beetje afstand. Het is trouwens wel zo dat ik alles wat ik nu hier zaai vrij vroeg oogst en dat het dus niet uit hoeft te groeien tot volle kroppen of volle planten. De Mizuna en de raapsteel die zullen we waarschijnlijk als sla eten of gewoon op een broodje. En dat geldt eigenlijk voor bijna alles wat hier staat. We zaaien ook spinazie een klein beetje. Maar de grote hoeveelheden om mee te koken, die tel ik op de tuin. En dat wat we hier gaan oogsten, zal toch in de sla verdwijnen. Maar het grote voordeel van in een kastje kunnen zaaien is dat het natuurlijk veel sneller oogstbaar is. Als je geen kas hebt, kan dit ook prima in een bedje in de tuin. Met een klein tunnelkastje eroverheen of een strak gespannen stuk doorzichtige folie. Het gaat erom dat de aarde opwarmt. Dat het mooi vochtig blijft en dat er dus gunstige groeiomstandigheden zijn. Het is wel belangrijk dat er voldoende licht op de bodem komt, want dat is natuurlijk de energiebron van de planten. Als je nou een beetje handig bent en je kunt ergens een oud raam met een houten kozijn opscharrelen, dan kan je daar in dezelfde maat een bak onder maken van zo'n 15 tot 20 centimeter hoog. En heb je eigenlijk een kastje waarin je nu bladgewassen kan telen. En waarin je later in het seizoen ook andere gewassen op kan kweken om die weer later uit te planten in je tuin of pot. En als je zelf op zoek gaat kun je natuurlijk een maatje nemen wat goed past bij jouw ruimte op je balkon of in je tuin. Nou, inmiddels zijn alle zaadjes hier gezaaid. En dan leg ik de gultjes nog even dicht. Dat doe ik in de richting van de rij, zodat de zaden in hun juiste lijntje blijven. Als je dat overdwars zou doen, dan meng je alles en wordt het een rommeltje. Duw ik de bodem nog een keer aan, zodat de zaden in ieder geval goed aangesloten zijn. En vanwege dat verhaal met het water geven dat goed verdeelt. En dan is het hier sinds gistermiddag veranderd van een kwartelhok in een teeltkas. Nou, dat klusje is geklaard. De
Dan zien we hier over een week of anderhalf, twee allemaal mooie rijtjes met groene bladgewassen verschijnen. Rucola, de wilde rucola, radijsjes, sla, de mizuna, de raapsteel en de spinazie. En daar nog een klein rijtje snijbiet voor een blad, niet voor de stengels. En dan ondertussen groeien de voorgezaaide tomaten in de vensterbank gewoon door. En die gaan dan begin mei, half mei, gaan ze hierin. En dan zijn de meeste van die bladgewassen inmiddels alweer geoogst en gegeten. En dan zaai ik hier voor die tomaten die dan gaan groeien nog een paar rijtjes in die richting, zodat ze elkaar niet in de weg zitten. Dan heb ik dus hier in het kastje steeds malse bladgewasjes voor salade en op de sandwich. En in de moestuin heb ik meer de grotere hoeveelheden, die toch ook weer anders smaken, want hier wordt het heel mals en snel en daar wordt het stevig en smaakvol.